leuk dat jullie weer kijken. Eerst de beste wensen voor 2024. Het is zaterdag, nog 2023. We zijn nog volop aan het aardappel sorteren. Ik wil jullie ook een overzicht geven van 2023, wat wij allemaal met de aardappelen doen. Ik ben nu met de Lady Anna bezig. 19-1V. Het wil dus niet zeggen dat ik 1 jaar bezig ben met deze aardappelen, maar ik ben hier al in 2020 mee begonnen. Die 19 wil zeggen dat toen zijn de mini-knollen geproduceerd. 2020 heb ik aan PB1 gerooid en nu staan we in 2023, als dit filmpje uitkomt, 2024, een PB4. Die ga ik als een S afleveren in big bags. En daar begin ik dus mee. Hoe dat ze in de zak vallen. Ik ben de PB1 aan het nalezen. Dat zijn dus de geplante mini-knollen afgelopen jaar en daar de oogst van. We zijn de knollen aan het behandelen. Al het pootgoed heb ik hier klaarstaan. Alles staat klaar om geplant te worden. De mini-knollen die kiemen al mooi voor. Ja, lekkere aardappels afleveren. Dat schiet mooi op. Moet ook, want we willen eigenlijk het land in. Een rundveedrijfmest uitrijden. Jelle is het land aan het lostrekken waar de runderdrijfmest is uitgereden. Dit is het Lelyland. Jelle en Essel zijn nu het land aan het lostrekken. Ik ben nu dat land aan het ploegen wat Jelle begin van de week losgetrokken heeft. Dat is mooi opgegrijsd en ploegen gaat best heel mooi hier. Toch nog even bij het kilveren kijken. Jelle die gaat hier nu het land met een vierpoot lostrekken. Shampoo strooien is klaar. Aardappelspoten. Jelle die is aan het land bewerken met de 5713. En Hessel voert met de Manitou de aardappelen aan.
eerste jaar zitten erin. Tweedejaars gaan er nu in schot eruit halen. Alle aardappelen zitten erin, behalve de mini-knollen. Laatste baantje van de 50.000 mini-knollen. Kunstmest rooien. Hier strooi ik 650 kilo Entec. Jelle is begonnen met frezen. Kijken of het hier allemaal goed gaat bij de regeninstallatie. Beregenen en nog eens beregenen. Maar de aardappels moeten ook geselecteerd worden. Hier staan de spoenta's. Kunstmest strooien op de aardappelen. Bijbemesting. Mooi nestje aardappelen. Ja, nog steeds aardappel selecteren. Het is toch een lust dat je in dit perceel mag rijden. Lady Jane staat prachtig mooi in bloei. De aardappel nog even beschermen tegen de Phytophthora schimmel. Aardappels klappen en spuiten. Frank, wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben aan het proefrooien voor Meijer. Voordat we gaan de hoofd trekken, kijken we altijd hoe hoog de aardappelen zitten. Voordat we kunnen gaan aardappelen rooien, ga ik kijken of de oude moeren weg zijn. Ligt een stam op. Nou, die is dus nog niet weg. We zijn weer begonnen met de aardappels rooien.
Hoppakee, de rooier nog even schoonmaken. Mini knollen rooien. Wikje staat aan de band en Jan die regelt de afvoer. We zijn aan het aardappels rooien. Pa en ma zijn kluiten aan het rapen op de rooien. Jelle die is weer vrij van school. Tweede middag. En hij heeft het aardappelrooien van me overgenomen. We zijn nu bezig met de laatste twee ruggen Lady Jane. Ja, daar is hij dan. Maar Jan heeft toch alle kisten gevuld van de uien en de aardappelen. Kan hij weer met zijn eigen aardappelen aan de gang. Elke kist goede perceelnummer erop met het label van de NAC. De grond, hieltjes en kluiten. En hier liggen de aardappelen. We vervelen ons niet, volop in de aardappelen. Eigen aardappelen sorteren. En ik zak ook nog aardappels af voor andere boeren. Pakt hij de lege kist eruit en die zet hij meteen weer in de kistenvuller, de VAM. Jan heeft het certificaat erop gezet. Ik zet de maat er nog eens bij. De maat is 35-55. Weer een pallet vol. Nou, het laden wordt ook al overgenomen door de jongens. Hessel heeft deze auto helemaal geladen. Het was een heel jaar aardappelen. Jullie zullen wel denken, dat is ook allemaal hetzelfde. Nou, elk jaar is toch allemaal weer verschillend. We gaan verder met sorteren van de Melody. We beginnen met de PB2. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Dan gaan we binnenkort weer beginnen met Big Bags vullen.